Welkom bij deze nieuwe video, jongens. Dit is de eerste video die ik maak met mijn nieuwe gezicht. Ik zeg echt mijn nieuwe gezicht alsof ik een heel facelift iets heb gehad of zo. Voor de mensen die mijn laatste vlog hebben gemist, ik heb fillers gezet in mijn kaaklijn en bij mijn jukbeenderen. Dus alles is nou wat meer gestructureerd en niet meer zo'n bol eihoofdje, zeg maar. Ik vind het zo mooi. Kijk even dit. Het doet nog wel pijn, want het is pas 2 dagen geleden. Maar het was best wel opgezwollen. Ik vond mijn jukbeenderen te veel. Maar nu de zwelling een beetje weg is, vind ik het echt heel mooi. Het is heel natuurlijk ook. Echt super duper. Maar als je meer info wilt, bekijk eventjes de laatste vlog. Maar goed, het gaat vandaag niet over mijn gezicht. Het gaat over een nieuwe concealer van Maybelline. Ik liep laatst in de kruidvat. Ik had een 100 euro kruidvatbon om te besteden. En ik dacht, ik ga deze concealer halen. Ik was niet per se van plan om er een hele video over te maken. Maar vandaag had ik iets van, ik heb al heel lang geen hele dedicated video gemaakt over een concealer. En ik ben hier best wel benieuwd naar. En ik denk jullie ook. Aangezien de foundation hiervan echt geweldig is. Dus ik dacht, misschien is het leuk om wat vaker echt complete video's te maken over één product. Want dan heb ik ook wat meer tijd om echt ja, er wat dieper in te gaan, zeg maar. Om wat meer info te vertellen, meer te laten zien. Ik ga ook een full day wear test doen, wat dus inhoudt dat ik het de hele dag oplaad. En dan aan het einde van de dag terugkom om te kijken hoe het er nog op zit. En dan kunnen we gewoon met z'n allen goed en uitgebreid kijken wat we van deze concealer vinden. Als je het fijn vindt dat ik zulke dedicated video's maak over één product, let me know beneden in de reacties. Of heb jij iets van, nou, ik vind het niet echt waard. Ik heb liever een aantal producten in één video met wat minder info. Dat kan ook. Maar ik blijf sowieso allebei wel maken. Maar ja, ik vind het altijd fijn om van jullie te horen wat jullie willen zien. Maar goed, dat ga ik dus vandaag doen. Ik ga de concealer testen, een mooie make-up look en een full day wear test. Dus vind je het nieuwe leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen, dagcreme en primer. En that's it. Je kunt hier wat puntjes zien. Dat is dus van de filler. Die gaan nog weg. Daar heeft hij dus ingeprikt, zeg maar. Maar dat gaan we zo bedekken met make-up. Hier is ook een beetje blauw. Maar ja, nogmaals, dat gaat allemaal weg. En hier is nog best wel wat zwelling, dus dat wordt ook nog wel iets minder. Nou, dit is dan het product waar het vandaag over gaat. Dit is de Maybelline Superstay 30 Hour Active Wear Concealer. En hij kost €13,99. Nou, ik denk dat we allemaal ook de 30 Hour Wear Foundation kennen van hun. Deze is echt geweldig. Blijft echt 12 uur zeker goed zitten. Ik heb hem nooit meer dan 12 uur gedragen. Maar 12 uur blijft hij echt goed. Heeft een volledige dekking. Heel mooi mat, maar droogt niet uit. Deze heb ik in de kleur Warm Sun. En ben ik heel enthousiast over. Dus ik hoop dat deze concealer net zo goed gaat zijn. Hij moet dus ook zo lang blijven zitten, et cetera. Ik gok dat hij dan ook gewoon een volledige matte finish heeft. Laten we kijken naar de claims online. Ik heb trouwens de kleur 5. Oké, het is een superdekkende concealer die tot 30 uur blijft zitten. Comfortabele lichte textuur met een matte finish. Gemakkelijk aan te brengen met een flexibele applicator. Vlekt niet, geeft niet af en weerstaat water en zweet. Vegan formule die direct oneffenheden, donkere kringen en wallen bedekt. Zonder ingrediënten of bijproducten van dierlijke oorsprong. Nou, dat was al wel een beetje wat ik had verwacht. Volledige matte finish zonder dat hij te zwaar aanvoelt en de hele dag goed blijft zitten. Er staat ook echt dat hij dag en nacht blijft zitten. Dus als je een nachtje wilt doorhalen, zou dit ideaal moeten zijn. Hij vervaagt niet, gaat niet zo creasen, is waterproof, al die dingen. Dus een heleboel goede claims. Deze foundation heeft ook echt al die claims en ze kloppen allemaal. Zo fijn vind ik hem. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik ben vooral bang dat ik hem misschien te mat ga vinden of te droog of te dikkig juist. Dus ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd, jongens. Wat ik eerst ga doen is dat ik deze foundation ga aanbrengen. De foundation zit er helemaal op, zoals je kunt zien. Heel mooi egaal, mooi mat en smooth. Breng hier niet al te veel van aan, want dan kan hij wel dik worden. Dan ga ik nu in met de concealer. Ik hoop ook gewoon dat de kleur goed gaat zijn, maar ja, ik denk het wel. Oeh, dit is de applicator. Die is kleiner dan verwacht. Kijk even dit. Hij is heel plat, heel smal, heel dunnig en klein. Ik had hem wat groter verwacht, want de verpakking is best wel grootachtig, zeg maar. En dan is er echt zo'n mini applicator erin. Ik had dan wel echt gewild dat de verpakking ook wat kleiner is. Dat is wat handiger voor mij op reis. Maar whatever. Oeh, de kleur is echt perfect. Het voelt dunner aan dan dat ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat het gelijk zo dikkig zou aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld Tarte Shape Tape Concealer. Maar hij voelt best wel dunnig aan. Hij voelt aan alsof je geen dekking gaat hebben. Maar we will see. Ik heb altijd echt dekking nodig. Want bij mij is het hier allemaal best wel donker. Dus ik wil het daar echt altijd goed verlicht hebben en goed bedekt. Dit is wel echt ideaal voor de neus. Want hij is niet al te groot.
Wow, het voelt zo anders aan dan dat ik had verwacht. Het is zo lichtgewicht en veel dunner dan dat ik had verwacht. Ik had ook wat meer dekking verwacht. Ik ga gewoon even iets meer aanbrengen. Kunnen we zien of hij opbouwt. Oh ja, hij bouwt zeker op. Kijk dit, gelijk meer dekking. Dat vind ik echt top, want dan kun jij een beetje bepalen hoeveel dekking je zou willen hebben. Misschien als je meer een everyday look maakt, dan niet per se heel veel dekking hoeft. Oké, het is wel echt heel smooth. Ik vind het mooi, denk ik. Ja, het is helemaal niet zo dikkig als de foundation. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ondanks dat ik dacht dat ik dat zou willen, is dat eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Want dan wordt je gezicht te dikkig, zeg maar. Te veel cakey-achtig. Oké, nou dit ziet er goed uit. Ik zie hier dat het wel een beetje droog wordt of zo. Maar ik hoop dat het niet te droog gaat zijn. Want ik heb een normale tot droge huid. En nou heb ik dus twee matte producten gebruikt. Ik heb wel geprimed met een olie. Om het wat, om een wat meer vettige onderbasis te hebben, zeg maar. Onderbasis. Wat vinden we ervan, jongens, tot nu toe? Ik ben ook gewoon echt vooral benieuwd hoe de rest van de make-up erop gaat aanbrengen. En of dit droge plekje ook echt zo droog gaat blijven. Of dat het allemaal nog droger wordt of weet ik veel. Tot nu toe is het oké. Ik ga nou gewoon eventjes mijn make-up look maken. Ik heb een prachtige make-up look gezien bij een donker meisje in een serie die ik keek. Zij had zo'n blauwe wing eyeliner en dan ook zo'n blauw oogpotlood. Het was zo mooi op haar. Ik dacht, oh my gosh, dit ga ik ook maken. Maar zij is wel donker, een donkere huidskleur. Dus dan popt het blauw echt. Ik ben wat lichter, obviously. Dus ik hoop dat het op mij net zo gaat poppen als bij haar. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Ik kom zo terug bij jullie. Mensen, ik ben obsessed met deze make-up look. Dit is zo mooi. Dit blauwe is zo mooi. Uit mezelf zou ik dit echt nooit hebben opgedaan. Maar toen ik het zag bij dat meisje, ik dacht echt, ik moet het namaken. Ik vind het echt prachtig. De hele make-up look is fantastisch gegaan. De wimpers die ik op heb zijn van mijn favoriete merk Lola's Lashes in de stijl She's Fire. En wat heb ik op mijn lippen? Een combo van Anastasia Beverly Hills. Lippotloodje in de kleur Cool Brown. En satin lipstick in de kleur Butterscotch. Dit is echt een extreem lichte kleur, maar gecombineerd met een donkere lippotloodje kan het iedereen wel staan, inclusief mezelf. Wat vinden we van de look, jongens? Wat vinden we van de concealer? De concealer heeft echt goed gedaan. Als ik toch wil klagen over iets, het is een tikje aan de droge kant. Dat wel, maar niet too much of zo. Als het gewoon blijft als hoe het nu is, dan is dit zeker een concealer die ik vaker zou gebruiken. Want qua dekking en qua smoothness en hoe het op de huid ligt, is allemaal echt heel goed. En de rest van de make-up bracht er ook gewoon echt goed op aan. Dus tot nu toe, ja, ziet het er allemaal wel gewoon goed uit. Oké, nou, dit was dan de concealer test en de hele make-up tutorial video gedeelte. Nou ga ik de make-up de hele dag oplaten. Het is nog heel vroeg, pas 10:30 in de ochtend. Dus ik kan echt letterlijk een 12 uur dag maken vandaag, hopelijk. En dan kom ik vanavond ook weer terug rond 9:30 of misschien ietsje ervoor. Mensen, ik ga vanavond naar de bios, naar Doctor Strange. Echt, I cannot wait. Ik ben echt zo'n Marvel fan. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik kom straks weer bij jullie terug. Oké, ik wilde ook nog even een check-in doen. Het is nou 10:30 of volgens mij een paar uurtjes later. En ik wilde het ook eventjes laten zien gewoon in normaal daglicht, zeg maar. En dit is gewoon nou hoe het zit. Het is echt heel smooth. Dat vind ik heel fijn. Er zit hier een beetje blauw, maar dat is van de oogschaduw. Ik mis wel echt een klein beetje dekking. Misschien ligt het ook gewoon een beetje aan mijn eigen verwachtingen. Maar omdat de foundation zo dekkend was, verwachtte ik dat ook van de concealer. En hij is toch wel,
wat meer naturel dan dat ik had verwacht. Maar goed, ik zie jullie straks weer. Oké mensen, ik zit in mijn moeders slaapkamer. Let niet op wat ik aan heb. Dit is gewoon eventjes mijn pyjama. En de concealer zit er nog zo goed op. Ik ben in shock. Het is al 4:30. En het zit er echt nog op alsof ik het net een uur geleden heb opgedaan. Dus ik ben echt in shock. Ik dacht, ik doe even snel deze check-in. Check-up, check-in, hoe je het ook wilt noemen. En dan kunnen jullie het ook gewoon goed zien in daglicht. I love it. Ook helemaal niet aan het creasen of zo. Het zit echt nog goed. Ik denk echt dat het de hele dag goed gaat zitten. Daar ben ik weer. Het is 8:30 s'avonds. Ik ben net thuis van de bios. Oh my gosh. Doctor Strange was zo leuk. Jullie moeten het echt allemaal zien. Maar goed. Make-up update. Mijn concealer zit er echt al de hele dag op. Ik ga het er zo afhalen. En het zit nog perfect. Het zit er echt nog steeds op alsof ik het net heb aangebracht. Sommige mensen vonden hem een beetje te droog. Dat ervaar ik niet echt zo. Ondanks het feit dat het in het begin hier een beetje droog was, is dat nou helemaal weg eigenlijk. Kijk dit. Het is ook helemaal niet gaan creasen. Zie je dit? Dit blauwe hier is van de oogschaduw. Het creast gewoon helemaal niet. Het zit echt nog fantastisch. Mijn hele make-up zit echt nog fantastisch. Ik sta nou voor een groot raam, zodat jullie het goed kunnen zien. Dit is echt amazing. Echt een goede concealer. Enige wat dan anders is dan dat je misschien zou hebben verwacht, is de dekking. Het is iets minder dekking dan dat ik had verwacht. Maar al met al, ja, is het gewoon wel echt goed. Het zit echt nog perfect. Zo, ja, I like it. Dikke duim omhoog van mij. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!